Ja, ik zou enorm graag willen dat er opnieuw een nationale discussie wordt gevoerd over dat wat privaat is en dat wat publiek is. En die discussie is namelijk in de afgelopen 30 jaar zo gevoerd dat alleen het private van betekenis leek te zijn. En alles wat publiek was moest vermarkt worden en geprivatiseerd worden. En u weet wat de drie gevolgen van de privatisering zijn. De dienstverlening wordt minder, de prijzen worden hoger en de directie gaat 10 keer zoveel verdienen. En dat is de privatisering. Willen wij eigenlijk wel ziekenhuizen waarbij je van tevoren zegt, nou mijn blinde darm moet eruit, maar ik ga eens even kijken wat dat gaat kosten in de verschillende hospitalen. En het hospitaal wat de meeste winst maakt zal wel het meest efficiënte zijn. Wij willen helemaal geen hospitalen die winst maken. Wij willen en de gezondheidszorg is een publieke zaak en dient dat ook te blijven. En dat vind ik zelfs. Het zal iets langer worden. Ik begin nu over de Nederlandse spoorwegen. Ja, waarom zouden we niet kunnen renationaliseren tijdelijk? Wie zegt dat dat niet kan? Of wat denkt u van, ik geef dit als voorbeeld, ik heb er zelf veel last van. Die malotige managerial opvattingen dat dat spoorwegbedrijf in 15 verschillende bedrijven gesplitst is. He? Namelijk passagiersvervoer. En dan natuurlijk ProRail, vergeet dat niet. En dan hebben ze een afdeling vastgoed. Ze hebben een afdeling die speculeert in mobiele telefoons. En ze hebben een afdeling voor seinpalen. Er is een afdeling die ervoor zorgt dat overal de wc's zijn gesloten na 10 uur 's avonds. Er zijn tal van afdelingen die er keihard aan trekken in de verkeerde richting. Waarom zou de overheid dat niet kunnen zeggen van, huppakee, we hebben het geprobeerd, experiment mislukt. Dat zo werkt de wetenschap. Je doet een experiment en als het niet werkt, dan doe je wat anders. Doe je een ander experiment. Hè? Laten we dat ook doen. Of het belachelijke idee dat al die kleine lijntjes, de Achterhoek, Noord-Friesland, allemaal afgestoten aan idiote bedrijven, terwijl de Nederlandse spoorwegen, geloof ik, zich actief gingen bemoeien met de Poolse spoorwegen. Hè? Ik zou zeggen, laten we daar nou even mee wachten tot ik ook in Den Bosch na 10 naar de wc kan. He? Zou misschien niet zo gek zijn. Nou, uw punt is duidelijk, lijkt me zo. Veel treinreizigers in de zaal, ik heb nog 1 minuut. Nog 1 minuut. Nou, dan die reserveer ik dan voor verreweg de belangrijkste kwestie, te meer omdat ik het daar op dat punt wel enig licht zit tussen mijn enorm positieve en creatieve en sympathieke opstelling enerzijds en die van de partij anderzijds. En dat betreft natuurlijk de Europese zaak. We zijn onder andere door de populisten in wonderlijk vaarwater terechtgekomen waarin wij ons wijs hebben gemaakt dat Europa in allerlei opzichten slecht voor ons is. U weet dat de heer Matlener ook het geld dat wij te veel hebben betaald, gaat hij nu met die 5 man, of hoeveel er zijn, gaat hij dat terughalen. Dus als u binnenkort geruchten hoort over wagonladingen met euro's, waarmee Van Matlener bij Baarle-Hertog over de grens komt, dan weet u, het is een magistraal succes geworden. Ik zou de partij willen oproepen, voer een positieve discussie over Europa. Laat aan de kiezers zien hoe enorm voordelig Europa voor ons is. Die netto-kosten is peanuts. Als je ziet wat de werkelijke bruto verdiensten. Hoe stelt u zich voor dat we het buiten Europa zouden gaan doen? Een soort reusachtig waddeneiland wat een eigen koers gaat varen. Hè? Dat idee. En dan zeker allemaal in Volendammer broeken. En de hele dag zo'n oranje klomp op je hoofd. Hè? Nou, ik kan u wel zeggen, mocht het zover komen, dan ben ik nog bereid om burger van Luxemburg te worden. En de partij kan echt een veel positiever, beter en constructiever standpunt innemen ten aanzien van de Europese Unie. De Europese Unie, we gaan nu weer, hè, we zijn op weg naar de 4e en de 5e mei. Vergeet u niet waarvan dat eigenlijk een product is, die Unie. Die Unie is een product van 2 immense, alles verwoestende oorlogen in Europa. Die Europese Unie is een wonder op aarde. Wat u ook in de krant leest over Griekenland, allemaal heel betreurend, maar de Europese Unie is een wonder op aarde.
En men weet dat vaak buiten de Europese Unie merkwaardigerwijze veel beter dan binnen de Europese Unie. Maar ik heb het u nu verteld en ik zou zeggen, gaat heen en draagt deze waarheid uit. En ik hoop verder dat u nog een enorm leuke dag heeft. Dat alle nieuwe leden allemaal nog een extra nieuw lid weten te op te wekken. En, nou ja. Ja, ik begrijp. Ik kon even niet het goede woord vinden en direct verzeil je in CDA-kring. Ja, ik geef het toe. Dus ik stop er maar mee. Dank u wel.